De nieuwste film van Woody Allen is nog geen 5 minuten bezig en ik heb al 3 klassieke stukken gehoord. Magic in the Moonlight begint met muziek uit de Sacre van Stravinsky. Daarna klinken de Bolero en een stukje uit de 9e van Beethoven. En ook in de voorfilmpjes hoorde ik klassiek. Het onheilspellende begin van Mozart's 40ste symfonie, die tegenwoordig vooral bekend is als de klassieke Nokia-ringtoon. We hebben het vaak niet in de gaten, maar klassieke muziek is overal om ons heen. Of we nu in het Sprookjesbos in de Efteling zijn of naar een pizzareclame kijken. En toch staat de klassieke muziek onder druk. Het publiek vergrijst, niet zo'n beetje ook. Toen ik bij Radio 4 kwam werken, om maar even iets te illustreren, toen was de gemiddelde leeftijd van de luisteraars 65. En toen ik er iets langer dan een jaar geleden wegging, was het volgens mij 67. Ze durfden het er al niet meer over te hebben. Heftig. Heel heftig. Ja. Door jou is het 2 jaar. Door mij, ja. Orkesten aan de andere kant doen er ondertussen alles aan om jong publiek te trekken. Maar als jongeren natuurlijk naar die speciale evenementen komen, of als ze hier komen, dan nemen ze nog niet meteen een abonnement voor de zaterdagmatinee. We mogen dan nog klassiek op de achtergrond horen in films. Toch stoppen we het in een ghetto. Ik schrok ervan hoe weinig aandacht de NOS besteedde aan het overlijden van Frans Brugge, een van de grootste muzici ooit, en nog Nederlands ook. Alsof de kijker er maar niet mee moest worden vermoeid. En toen laatst Bernard Haitink zijn 60-jarig jubileum vierde als dirigent, werd het concert met het Radio Philharmonisch wel op tv uitgezonden, maar pas om middernacht. Ze weten bij de NP fucking O toch ook wel dat er dan geen hond naar kijkt. En daar was Bernard ook nog kwaad over. Ja, natuurlijk. En terecht, ja. Bernard. De reden dat het alleen wordt uitgezonden op onmogelijke tijdstippen is dat andere programma's natuurlijk meer kijkers trekken. Maar door het zo laten programmeren wordt er ook geen nieuw publiek bereikt. Dus geen nieuwe aanpas. Op Radio 4, sorry, NPO Radio 4, gaat het inmiddels niet beter. De AVRO had een jongerenprogramma, Virus. Leuk, maar ook dat werd 's nachts uitgezonden. Het is al heel wat als jongeren op Radio 4 afstemmen überhaupt te laten staan midden in de nacht. Inmiddels is het wegbezuinigd door de zenderedactie en Radio 4 heeft geen programma meer dat zich richt op de jonge doelgroep. Dat er zo weinig jonge liefhebbers bijkomen heeft ook een heel triviale reden. De uitholling van ons muziekonderwijs. Veel middelbare scholen besteden er nauwelijks aandacht aan. In 2010 telde Nederland nog 200 muziekscholen en nu zijn er nog maar 135 over, vooral dankzij het wegvallen van subsidies. Ik wil u zeker niet mijn smaak over laten nemen, maar klassieke muziek heeft wel verdediging nodig. Omdat het inderdaad heel veel geld kost. Om goede orkesten op niveau te houden bijvoorbeeld. Nederland is een van de landen met het beste muziekaanbod, maar als er geen nieuw publiek op afkomt, dan raken we die toppositie natuurlijk kwijt. Als ik kinderen heb, wil ik dat ook zij die sensatie kunnen ervaren die ik zo vaak in concertzalen heb gehad. Ik nam eens een keer een vriendin mee en die klaagde dat er zo weinig gebeurt tijdens een klassiek concert. Dat klopt, visueel is het inderdaad niet spannend tenzij je kikt op vioolmeisjes met opgestoken haren. Ja, maar doe jij dat? Ja, ik heb overigens verkering met een altvioolmeisje. Dus. Kijk, heel goed. Ja. Maar als ik zo'n in het concertgebouw zit, dan gebeurt er van alles tussen mijn oren. Dat uitzicht niet in beweging. Het enige wat wij liefhebbers kunnen doen, is onze liefde overdragen. Neem je vrienden mee naar Mahler. En soms mogen we de boel ook best eens saboteren. Exact. Je hoeft het niet te pikken als ze in de sportschool de hele tijd die tyfusherrie draaien. En op Hendels Dixie Dominus bijvoorbeeld kun je ook prima sporten. Het is kortom tijd om op te staan en het klassieke muziek-evangelie te verkondigen. Want de mooiste muziek hoort niet te worden weggestopt in een ghetto. Ja, een mooi pleidooi. Dank je wel, Marlijn. Oké, het Klankcafé komt voort uit onze passie voor...